heb gekozen voor de opleiding Belma Zorgmanagement, omdat ik in een woonzorgcentrum werkzaam was toen ik startte. En ik wil graag doorgroeien naar een meer leidinggevende functie. Ik heb ervoor gekozen om de opleiding te volgen op de Erasmus Hogeschool, omdat het aanbod mij heel erg aansprak, de manier van lesgeven. Ook wel omdat de lessen op zaterdag om de 14 dagen georganiseerd waren en dat het een combinatie is van online les en fysiek les. Ik heb gekozen voor de Erasmus Hogeschool in Brussel omwille van het feit, vooral het praktische, dat dat de enige opleiding is die op zaterdag doorgaat. Het voordeel is dat de lessen om de 14 dagen vallen, waardoor je wel een beetje kunt plannen in de weekends. Dus het ene weekend is dan school en het andere weekend kun je wel werken aan de schoolopdrachten. De begeleiding dat er ook wel op de opleiding wordt gezet. Ieder traject heeft zijn eigen coach. Er wordt ook wel individuele gesprekken georganiseerd. Ze helpen ook wel je op weg. Dus je staat er ook niet alleen voor in de opleiding. Vind ik ook een zeer grote meerwaarde. En eigenlijk ook als student een hele grote steun. Mm-hmm. De diversiteit aan leerlingen is zeer interessant binnen de opleiding. Geleerd van elkaar. Het zijn ook vanuit verschillende domeinen, vanuit ziekenhuisomgevingen, woonzorgcentra, maar binnen ziekenhuizen dan nog verschillende afdelingen. En hoe dan zij in de praktijk staan, dat wordt ook meegenomen. Hun ervaringen, want het is zeer praktijkgericht, dus er wordt vanuit voorbeelden gewerkt. Ik denk dat de drie sterkste punten zijn, vooral het feit dat er zo'n variatie is aan lesgevers. Mensen die in de praktijk staan, mensen die ervaring ook hebben en die dat ook komen overbrengen. Het feit dat je met zo'n diverse groep studenten zit ook, dat er allemaal van verschillende disciplines de opleiding kunnen volgen en dat we zo verschillende ervaringen ook kunnen uitwisselen. En ik vind een sterkte het feit dat het een combinatie ook is van fysiek les en online les. Omdat wij werken allemaal, veel mensen hebben een gezin, hebben ook buitenwerkactiviteiten, ontspannende activiteiten. Het feit dat dan een les online doorgaat, dat biedt ook meer mogelijkheden voor je weekend. Maar de fysieke lessen zijn dan ook wel heel fijn om elkaar terug te zien, wat te babbelen. De zaterdagen en het online lesgegeven die toch wel gecombineerd wordt. Mm-hmm. Dat maakt het wel draaglijker om met een gezinsleven dat te gaan combineren. Het praktijkgerichte, het dicht bij de praktijk staan, door de lesgevers dat zij kiezen. Zeer verrijkend binnen de opleiding. En als laatste, ik vind het ook nog boeiend binnen de opleiding dat er zo competent gericht wordt gewerkt. Er wordt echt gekeken naar competenties die dan in oefeningen worden vertaald. Omdat dat echt reflecteren is op en met jezelf. En dat maakt eigenlijk net de rode lijn in heel de opleiding. Dat je stilstaat bij hoe je dingen aanpakt. En Zoe en ik hebben daar al heel vaak over nagekaard. Ja. Naast de les eigenlijk gezegd van dat het zwaarste soms is binnen de opleiding. Om zo jezelf te kunnen tegenkomen. Maar er ook mee aan de slag te kunnen gaan.